Ja, wij wonen tegenwoordig in een rijtjeshuis. Ga je mee? Dit is onze hond. Het is nummer 5. Oh, nee. We wonen niet heel groot. We hebben nu een hele grote woonkamer met nog heel weinig erin. We zijn nog een beetje aan het resettelen en we moeten hier bij het raam zitten. En dan zo je telefoon bovenuit steken om wifi te krijgen. Dus het is wel een beetje pijn op hier, maar het is super groot. En het is helemaal nieuw. Het is dus een gloednieuw huis. Wij zijn de eerste bewoners, wederom. Vroeger wonen we in de keuken. Dit is nu dus gewoon allemaal ruimte. Je kan rond blijven lopen hier. En het is nog steeds allemaal keuken. En we hoeven niet eens te wonen. Dus dat is super fijn. We hebben een 4-pits gasstel. Dat is ook echt amazing. Gaat veel sneller dan een elektrisch kookaanbrengen. We hebben een dubbele koelkast. Met vriesvak. Voor mij weet hij dubbel is. We hebben 2 badkamers. Met 2 douches en 2 wc's. Met 2 knoppen. En alleen komt allebei koud uit. Dus we moeten nog even verifiëren of dat wel klopt. Dan hebben we dus een tweede verdieping. Dag vrouw. Hallo. Verdieping 2, daar woont mijn vrouw. En ik. Hallo. Dit is voor thuis. Oh, dit is voor thuis. Ja. Dus we hebben nu een wat klein bed, maar wel gezellig. En we hebben echt een enorme kast. Zo kan gewoon de kast helemaal niet passen, de hele auto in ongeveer. Wat fijn is, want de hele auto zit ook echt randvol spullen, maar we kunnen eindelijk onze spulletjes kwijt. En dan hebben we 2 slaapkamers extra. Geen idee wat we ermee gaan doen. Maar super ruim, super nieuw. Een enorme kast hier, ook alles helemaal nieuw en klaar. Slaapkamer 3. Dit is de workoutkamer geworden. Met balkon. Het is niet te geloven. We kijken wel, het is een soort. We voelen ons in de inrichting. We kijken dus uit op een stenen muur. Ze zijn hier niet echt van buiten zitten, kan je begrijpen. Dus dit is alles wat we hebben, maar we hebben een buiten, dat is al heel wat. En we hebben dus een tuintje, dus daar kunnen we iets mee gaan doen. En we hebben buren, dat is ook leuk. Dus dan hebben we nog als laatst de badkamer met zonnendak. Daglicht in je badkamer, bij je koude douche. Nou, je kan je geloven. Zoals je kunt geloven. We zijn heel blij mee.